Lotte en Puk testen. En geef natuurlijk een duimpje omhoog. Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we een kaartje schilderen. En op de achterkant zie je wat het gebeuren is. Er zit al waterverf en een kwastje bij. Maar wij hebben voor de zekerheid nog onze waterverf. Ik zal hem even openmaken. Zo ziet hij eruit. En misschien weten jullie het nog niet. Want deze video zien jullie misschien wat later. Maar er is nu een coronavirus. En wij gaan voor de troost gaan we kaartjes schilderen. Die gaan we in de buurt rondbrengen. Ja, die gaan we dus naar het bejaardentehuis. En ja, naar de mensen die dat nodig hebben. Met buren. En we gaan ook niet hier schilderen, maar buiten. Omdat het heerlijk weer is. Dus daar achter jullie. Tot zo. Oké, we zitten hier lekker buiten en we hebben allebei al ons tekeningetje. Ik heb Make Today Great en Puk heb een koffietje. Met toch tekst, maar ik weet niet wat er staat. En we gaan hier leuk in kleuren. Oh, maar ik heb echt verf, het zit hierop. En Lotte heeft van een paletje. Lotte heeft wel meer verf dan ik. Oh nee, ik gebruik dan gaan we deze gebruiken. Het is buiten even herrie, dus we gaan even hier filmen. Ja, ik heb al 3 kaartjes gemaakt. Dus als je ziet kan je ook een postzegel opsturen en er zelfs iets op schrijven. Maar het gaat natuurlijk om de kaft. Ik heb er 3 en Puk heb er 2. En ik laat ze even 1 voor 1 zien. Eerst begint Puk. Ze hebben een kopje koffie met nog een tekstje eronder. Maar dat is niet heel goed mislukt. En ze hebben een huisje met een hartje erboven. Dat betekent dat het thuis het fijnst is. Ik heb hier een tekstje waarop staat Make Today Great. En dat betekent maak vandaag geweldig. Ik heb hier Home Sweet Home. Dat past hierbij. Dat betekent thuis, fijn thuis. Thuis en nergens anders. Een veertje. Ik vind het zelf een van de leukste. En ik heb ook nog de achtergrond leuk ook gemaakt. Dit zijn onze tekeningen tot nu toe. We gaan natuurlijk iets meer maken. En dan zien jullie. Tot dan. Doei. Tot zo. Daar zijn we weer. Ik heb ook even knotten maar gedaan, want het werd even te warm. Maar we zijn klaar. We hebben beide 9 tekeningetjes gemaakt. En die gaan we ook straks afleveren. Lotte heeft 2 favorieten en ik ook. En deze ga ik geven aan mijn neefje, omdat hij bijna jarig is. Hij is bijna 6 en in verband met corona. Gaan we hem opsturen. Afleveren. Welke is jouw favoriet, Puk? Ik heb deze. Die vind ik gewoon leuk om de bloemen en haar haarkleur en hoe ze erbij staat. Maar de huidskleur is niet zo goed gelukt, want die is een beetje gemengd. En dit is ook mijn favoriet. Want dit is per ongeluk ook een beetje gemengd. Paars en lichtbruin. Dat is heel mooi uitgekomen. Ik had ook hier zit een beetje een hartje. Dat is niet goed gelukt. Dat rode in het midden is de binnenkant. Daar kan je het een beetje aan herkennen. Dus dat moet een hartje voorstellen. En het is ook mijn favoriet. Omdat dit zijn allemaal bloemetjes. Maar ik had geen zin om dat allemaal in één keer te kleuren. Want het is allemaal te veel. Al die aparte bloemetjes. Dat duurde veel te lang. Dus ik heb gewoon steeds stukjes gemaakt. En dat is heel leuk. Ik weet het gekomen. En dit zijn mijn 2 favorieten. Ja, ik heb er 2. Ik vind ze allemaal heel leuk. Maar ik heb deze, omdat ik die kleuren heel mooi vind. De achtergrond, maar het veertje met ook. En de bloemen, vlinders. Vind ik ook heel leuk, omdat het patroontje gewoon heel mooi is. Vlinders zijn altijd vrolijk.
Deze vind ik ook heel leuk. Je zegt toch dat je twee favorieten? Ja, maar stiekem vind ik deze heel grappig. Want ik hou van alpaca's. En ja. Als je een beetje oplet ook veel in de video's, dan neemt Lotte ook met schilderdingen altijd alpaca dingen. We hadden ook een video gemaakt met dat magic schilder effect. En deze vind ik heel leuk van Puk, omdat het, ja, de tekst zegt, ja, het is heel erg leuk. Er staat op, I love you to the moon and back. Dat betekent, ik hou van je tot de maan en terug. Ja, en er staat ook een mijntje op. Nou, dat waren al onze tekeningen. Dus dat waren al onze kaarten. Ja. We gaan ze nu lekker op de bus doen. Op de post dus. En dan gaan we... Wat vind jij er eigenlijk van? Ik vind het super leuk. Ook, ja, het doet er best wel weinig moeite voor, maar het wordt wel heel mooi. Ja, behalve op sommige zoals deze, omdat je dan heel veel... Hier, deze is ook een beetje... bloemetjes moet doen. Deze is ook een beetje raar uitgelopen. Deze was bijvoorbeeld ook een best veel werk omdat je al die donuts moest inkleuren. Maar verder vonden wij het echt super leuk. Vergeet natuurlijk niet om een duimpje omhoog te geven. Net als ik natuurlijk in het begin zei. En abonneer natuurlijk eventjes, als je dat nog niet had gedaan. Tot de volgende keer! Doei!